van Cutie Gaming. Leuk dat je kijkt weer een nieuwe video. En we zijn weer eens een keer terug met Block Party. En oh my god, wat lang geleden. En ik ben hier niet alleen. Want Kaas is er ook bij. Kaas is er ook bij. Wij hebben namelijk heel wat uit te leggen. En ja. Ik begin even met de Engelse content op mijn kanaal. Want dat is natuurlijk een hele grote verandering. Mijn voetje hukt, verdomme. Het is natuurlijk een hele grote verandering op mijn kanaal sinds ik ook 2 Engelse video's per week maak nu. En heel veel mensen vragen zich af van waarom niet Nederlands en het is stom en bla bla bla. Ik vind Engels een prettige taal. Het is mijn kanaal, dus ik bepaal zelf wat ik upload. En daarnaast heb ik ook best wel heel wat Engelstalige kijkers, of in ieder geval buitenlandse kijkers. Het klinkt zo stom om te zeggen, want ik weet niet, als ik buitenlanders zeg, dan voel ik me altijd zo racistisch opeens. Ik weet niet waarom. Klinkt niet vriendelijk. Maar in ieder geval mensen die geen Nederlands praten, laat ik het zo zeggen. En die kijken toch mijn video's, omdat ze het gewoon leuk vinden. En dan zit ik van, ja weet je wat, ik vind het lullig om die mensen Nederlandse video's te laten kijken terwijl ze het niet verstaan. En ze doen zo hard hun best. Dus, nou, dan heb ik... Ik upload 5 Nederlandse video's per week. Oh, kut, dat is de verkeerde. Oh, fuck, ik ben af. Ja, ik was ook al dood. Maar, in ieder geval, ik maak 2 Engelse video's per week. Dat betekent dat ik 5 Nederlandse video's heb, waarvan 2 Minecraft video's. Dus 2... Nee, zelfs 3 Nederlandse Minecraft video's. 1 Engelse Minecraft video. Daarnaast upload ik 2 CSGO video's per week. 1 Nederlandse CSGO video en 1 Engelse. Dus alles wat er in het Engels is, staat iets Nederlands tegenover. Dus als jij het niet wil kijken, dan kijk je niet. Maar ga alsjeblieft niet haten en zeggen dat het stom is. Het is mijn keuze. En ik vind gewoon dat ik daar zelf vrij in ben om te kiezen wat ik upload en in welke taal ik het doe. En ja, ik vind Engels gewoon prettig. En ik vind het ook gewoon prettig om in het Engels te kunnen uploaden. En om gewoon, ja, gewoon mijn kanaal uit te breiden als het ware. Gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon fijn. Ik vind het gewoon fijn dat ik gewoon kan doen. Dat is het fijne aan YouTube. Mijn eigen baan. Ja, ik ben mijn eigen baas. Dus ik kan zelf bepalen wat ik doe. En dat is gewoon het fijne van YouTube. Je bent gewoon vrij in het doen wat je wil doen. En als mensen dan gaan zeggen van nee, het mag niet of dit en dat... Het mag wel, want ik ben mijn eigen baas. Ik bepaal zelf wat ik upload. En als je het niet wil kijken, ik heb nog 5 andere video's in de week die wel Nederlands zijn, die je wel kan kijken. En als je die niet leuk vindt, nou, dan zoek je iemand anders. Rip. Ik ben dood. Het mooie was nog dat je net zei, ik ben mijn eigen baas, maar ik zei, het is gewoon kaas. Ik ben mijn eigen kaas. Maar ja, dat dus over mijn Engelse video's. Ik vind het fijn om ze te uploaden, dus ik blijf ze ook uploaden. Het zal alleen in het weekend zijn. Dus nog 5 Nederlandse video's moet genoeg zijn. Jullie hebben genoeg om te kijken. Je kan altijd nog oude video's terugkijken als het je niet bevalt. Dus dat in ieder geval. En als het je helemaal niet bevalt, nou dan wens ik je heel veel plezier op een ander kanaal. Dan kan ik niet meer voor je betekenen. Zo, kom niet eens maar uit mijn woorden. Als je de content niet leuk vindt, dan ja. Ja, precies. Ik bedoel, ik heb ook YouTubers die ik niet prettig vind om naar te kijken. En YouTubers die ik wel fijn vind om te kijken. Maar ik ga ook niet onder een video's reageren dat ze kut zijn of wat dan ook. Ik respecteer die mensen. Die maken ook gewoon video's, net als ik. Is gewoon een baan. Punt. Maar, dan gaan we nu over naar een ander puntje. Over het weekend gesproken. Over het weekend gesproken. Wat is er? Heb jij nog iets over het weekend? Over het heel Sims. Oh ja, eigenlijk. De Sims. Ja, dat jullie hebben het vast al wel doorgehad. Tenminste, de mensen die wel mijn Engelse video's kijken. Hebben vast wel doorgehad dat op zaterdag geen Sims meer online komt. Geen Jesse meer, maar er komt een Engelse faction video. Oh fuck, ik ben af. Maar, de Sims is weg. Jesse, ja, nou, waarom is de Sims weg? Ten eerste, ik had een paar problemen. Het is wel heel vervelend, want ik wou dus de Sims gaan recorden. En ja, een beetje kut, want ik ging dus... ik startte de Sims op en het start gewoon niet meer op. Gewoon Origin open. Origin is echt een goed programma. Ja, het is gewoon perfect allemaal, want ja. Het werkt gewoon niet. Het start gewoon niet meer op een of andere manier. Ik heb alles geprobeerd, ik heb... installeren en weet ik veel wat. En ja, het werkt gewoon niet. Dus, het heet Sims. Wow, kijk al die mensen. Jezus. Maar goed, dat is dus een beetje kut. Want ik kan nu niet door. En het is wel eens een keer eerder gebeurd. Want ik heb eens een keer de serie opnieuw moeten doen. Want mijn PC moest ik resetten. Omdat ik
problemen had met mijn computer. En ja, het is allemaal een beetje triest. Ja. Maar het wil gewoon niet openen. En ja. Maar. Dus zaten ze, ja. Voor de mensen maar, die nu denken ja. van, ah nee, dan moeten we Jesse missen. Ah. Niet getreurd, Jesse blijft. Want we hebben een oude serie, gaan we terugbrengen. Mag ik tromgeroffel? We gaan nee, verder met GTA! Ja, dat was een mooi tromgeroffel. We gaan weer beginnen met GTA Funny Moments. En dat zal dan met Jesse, met Thijs en wie van mijn vrienden ook nog ja, meer GTA Wesley hebben. Ook, volgens mij. Wesley waarschijnlijk ook, mijn broer. Dus zullen het helemaal goed komen. Maar dan gaan we lekker weer verder met GTA. Dat zal gebeuren op een donderdag. Rocket League gaat er ook uit. Omdat er gewoon veel te veel mensen te veel kritiek op hebben. En ik zit van, weet je, ik vond ja, het zelf leuk. Maar als mensen zo hard blijven zeuren. Nou dan, sorry, dan is er voor mij geen plezier meer aan. Omdat ik dan toch de hele tijd zit van, ja, waarom doe ik het nog als mensen toch helemaal gaan afkraken. Maar kijk, als mensen het gewoon niet leuk vinden, dan... Ik ja, zit dan van, als je een video niet leuk vindt, kijk hem dan niet. Ik bedoel, ik raak ook wel eens triggerd om bepaalde YouTubers met bepaalde video's. Maar ik klik de video weg, ik kijk hem niet. Ik ga niet de eerste hele comment van dat iemand AIDS moet krijgen en moet sterven aan, weet ik veel, aardappels op zijn hoofd of zo. Ik bedoel, je kan ook gewoon rustig weggaan of een dislike achterlaten, whatever. Ik heb liever een dislike dan een comment waarin er wordt gezegd dat ik kut ben en AIDS moet krijgen. En aardappels op je hoofd. En aardappels op mijn hoofd. Het smeren aardappels elke keer. En dan hoop ik wel dat ze potato aim hebben, want dan raken de aardappels me niet. Nee, maar in ieder geval Rocket League gaat stoppen, Sims gaat stoppen, er komt GTA voor terug. En Minecraft Factions. Oh my god. En als het goed is ook nog de Minecraft minigames, toch? Ja, de Minecraft minigames gaan we ook nog mee beginnen. Klopt, ja. We gaan... Vorige week heb ik een aantal minigames in één video gestopt. Gewoon een hele berg minigames. Één video. Helemaal leuk. Helemaal spannend. Ik heb gewonnen! Maar in ieder geval allemaal minigames in één video. En dat was superleuk. En dat gaan Jesse en ik samen overnemen. Dus dat zal elke maandag worden. Elke maandag een gekke random minigames. Maar ja, dus dat zijn zo'n beetje de veranderingen. Daarnaast heb ik nog meer nieuws. En waarschijnlijk een aantal van jullie zullen het al wel weten. Ik ben weer begonnen met livestreamen. Het zijn wel Engelse streams. Dus waarschijnlijk zullen heel veel van jullie niet gaan kijken. Omdat jullie niet van Engels houden. Terwijl je er heel veel van kan leren. En... ik heb nu alweer 2 keer gelivestreamd, CSGO, en het was super gezellig. Oh. En super leuk in de chat en zo. En ik heb gewoon super veel fun met streamen. Dus als je mij wil volgen op Twitch, mijn Twitch staat in de beschrijving ergens. Gewoon zoeken, even koekeloeren. Zet gewoon ergens in de beschrijving. En als je hem niet kan vinden, hij staat dan nog op mijn banner. Heb je van die kleine klikknopjes en dan kun je op klikken en dan staat mijn Twitch ook in. Dus als je mij wil volgen op Twitch en dan... Ik stream voorlopig gewoon echt random wanneer ik er zin in heb. Maar dat als dat meestal op Twitter. Ja, op gezegd. Twitter. Dus volg mij ook op Twitter als je wil weten wanneer ik ga streamen. Want ik zet meestal 1 uur en 10 minuten voordat ik de stream begin. En als ik hem begin, tweet ik even dat ik live gehaald ben. En dat dus. En voorlopig is het gewoon puur random wanneer ik er zin in heb. Maar ik wil uiteindelijk wel een streamschema gaan maken. Maar het is nu gewoon... Ik heb het al 2 jaar niet gedaan of zo. Ik heb 2 jaar niet gestreamd. Dus het is voor mij ook weer een beetje nieuw, een beetje wennen. En ik heb het nog nooit, zeg maar, zo professioneel gedaan als dat ik nu deed. Want het was altijd gewoon stream aan klaar. Maar ik heb nu echt layouts en shit. Dus dat is gewoon een heel andere wereld voor mij. Maar ik vind het, ik geniet er echt van. En het is superleuk. Gewoon lekker vrij avondje. Gewoon lekker even streamen. Even met jullie delen wat ik allemaal voor rare dingen doe in mijn vrije tijd. Dus, dat dus. En volgens mij heb ik al mijn nieuwtjes wel verteld. Oh ja, we hebben sinds vandaag ook een sponsor, G2A. Dus we kunnen lekkere giveaway'tjes verwachten. En natuurlijk gewoon superveel leuke dingen. En ik ben er echt blij mee. Ja. G2A is love, G2A is life. En wil je goedkoper Minecraft kopen? Heb je geen account, wil je goedkoper Minecraft kopen? Link naar een goedkopere Minecraft staat in de beschrijving. Hé hey man, zo doen we dat. Gewoon meteen even gewoon... Ja. Poef, jongens. Ja, gewoon even meteen laten zien. Kijk, jongens, dit kan ik nou. Ik gun jullie gewoon goedkopere games. Ik geloof dat je 3%... Oh, ja, ik ben dood. Oh, nee, ja. Ik ook. Ik geloof dat je 3% korting krijgt als je via mijn linkje wat koopt. Dus, in ieder geval, dat was al mijn nieuws. En heb jij nog iets te vertellen, Jesse? Nou, eigenlijk niet. Zullen we nog gewoon één potje gewoon even doen? Ja. Gewoon even leuk, ja, oké. Okay. Ja. Dat gaan we zeker doen. Ik hoor hierin. Nee, ik wil erin. Laat me erin. Nee! Kut! Ik ook, nou. No! I cry! Salty tears!
Oh nee, ja, ik ga nu al af. Nee, grapje. Wauw. Ik snap echt niet hoe mensen in de eerste ronde af kunnen gaan. Je hebt verdomme een bijna een minuut om gewoon op het goede kleurtje te gaan staan. Ja, maar sorry. Er zijn ook echt maar 3 kleuren. Kleurenblind. Oh ja, nee, ik ga af. Ja, ben je kleurenblind? Nee. Ben je zo'n kind die dat gaat zeggen? Oh, ja. Dat vinden mensen me zielig. En dan valt het niet op. Ik ben zo noob en dan valt het niet op als ik afga. Want dan kan ik gewoon mijn kleurenblindheid te schuld. Ja. Ik zou best wel eens willen weten hoe het is om kleurenblind te zijn. Oh, daar gaat iedereen. Ja, kijk, zo, mijn kleurenblind. En nee, jongens, ik spot niet met kleurenblindheid. Want ik kan best geloven dat het super kut is. En dat ik misschien ook... Ik wil eigenlijk wel eens weten, heb ik kijkers? En dan ook gewoon niet liegen, geen medelijden wekken. Gewoon legit, heb ik kijkers die kleurenblind zijn? Wil ik weten. Lijkt me best wel epic. Dan gaan we kleur... Dan gaan we... Ja, ja nee. Nee. Niet op die manier. Rip. Heb je hem? Oh, ja, nice. Ik zie hem. Weet je trouwens hoe mijn nichtje een kipkorren noemt? Ik heb me helemaal ziek gelachen. Ik was vanmiddag bij mijn opa en oma eten. En want ik een kipkorren. Dus mijn nichtje zei, oh ja, ze was aan het zeuren of zo over groente of iets over eten of zo. Mijn nichtje moet altijd even zeuren. Dus toen zei ze kipkorner. En toen moest ik zo hard lachen. En toen zat ik met Wesley zo, wij zaten zo'n beetje te plagen. Want wij vinden het heerlijk om ons nichtje te plagen. En Senna, sorry als je dit kijkt, we houden wel van je. Maar gaan we een beetje plagen, gaan we dit kiphoek zeggen. Ja, mag ik nog een kiphoek, oma? Weet je wel, een corner, een hoek. Een kiphoek. Kiphoek. Ja. Badoem. Dat was een mooie. Oh, ik liep achteruit. Soms kan ik mijn ween niet vinden. Hallo. Heb je dat ook wel eens? Dat je ween... Het is zo stom, ja, hè? Want er zitten zelfs nog van die bolletjes op. Er zitten zelfs nog van die smerige puntjes op de ween. Dat je... Soms. Bij mij niet. Oh, ik heb wel puntjes op de J. Oh jee, kut. Ja, maar alsnog ben ik hem altijd... En ik weet niet waarom, maar er zit een streepje op de J en op de F. Laat dat dan zien dat dat... is, weet je hoe dat komt? Nou? Als mensen een blind gaan typen, dan kunnen ze weten waar de F en de J zitten. Ja, maar dan kun je net zo goed kijken waar je typt als je eens moet gaan voelen waar dat smerige streepje zit. Ja, maar dan weet je tenminste wat het midden is. Want dat is als het goed is... Ja, het zit ik wil het nu wel weten eigenlijk. Want volgens mij weet ik het... Wow, dit platform heb ik nog nooit gezien. Dit is epic. Rip. Er één iemand Rip. Dag, pro's. Zo'n pro was die niet. Roze, 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 roze. Oh, nee. Oh, kut. Nee. Als ik had gesprongen, had ik hem. Dat is naar. Winnaar. Congratulations. Gay Jibble. Ik weet niet hoe... Gajibble. Ik noem je gewoon Gajibble. Ik weet niet hoe je het anders moet doen. Oké, okay, let op. Een GG. En oh, je krijgt geen karma. Nou, in ieder geval, dat was hem dan wel, officieel. Dat was de video. En ik hoop dat voor jullie alles nu een stukje duidelijker is. Voor mij in ieder geval wel. Dat is echt helemaal heel naar. Kaas. Helemaal wat kaas. Is naar. Ja, dat ik echt zo zeg van, ik hoop dat het voor jullie duidelijk is. Voor mij in ieder geval wel. Terwijl het zeg maar gewoon mijn video is. Dus ik moet het wel begrijpen. Domme. Maar in ieder geval, dat is dus alles... En alles wat je moet weten qua links en dingetjes staat allemaal in de beschrijving. Ook de linkjes naar mijn G2A, goedkope games en zo, staat in de beschrijving. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Yes, voor het meedoen. En tot de volgende video. Ja, ja, de kaasvideo. Doeg. Ik bedoel, later! Doei!